Goedemiddag, ik ben Richard Willemsen. Ik ben assistent supermarktmanager in deze winkel, Albert Heijn op Bisonspoor. Dit is een large winkel, een winkel waar veel klanten komen. Nou, regelmatig hebben wij proeverijen en leuke demo's. Waaronder vandaag deze met de gekruide zalmfilet. Het is een recept van Jamie Oliver vanuit alle handen. We gaan onze eerste heerlijke zalm voor deze dag gaat in de oven doen. Een heerlijk Jamie Oliver zalmpje. Even lekker proberen. Nou, lekker! Zo, goedemorgen. Even lekker proeven. Een Jamie Oliver zalm. We kunnen Jamie Oliver nog een puntje zuigen. Nou, klanten zijn het gewend dat er in deze winkel veel demonstraties zijn. Maar toch reageert toch iedere keer weer verrast op het moment dat er iets te proeven is. Uiteindelijk is het een hoop reuring in de winkel. En ja, wij zijn er altijd erg blij mee. Klanten reageren er heel erg leuk op. En ja, wat mij betreft mag het iedere dag. Weer een lekker stukje zalm proberen. Dankjewel. Lekker, hè? Je wordt helemaal verliefd, hè, de zalm. En de zalm is echt van goede kwaliteit. Lekker dikke moot en een beetje citroen, venkel, paprika, een beetje dille en peterselie. En een hele goede olijfolie gebruiken. Dat doet het hem ook. Tijd voor pompoensoep. We hebben gemaakt een lekkere mengsel van spekblokjes. Rode ui, een beetje bleekselderij, deentje knoflook, een paar takjes rozemarijn. Dit moet zo even 25 minuten lekker bakken. In de tussentijd ga ik een pompoenetje maken. En het belangrijkste is, wat Jamie vertelt, van je afsnijden, want het is nogal hard. Hij moet alleen even op de kook nog en dan is hij super deluxe. Je krijgt van mij een speciaal bakje. Ja, leuk. Nou, vandaag zijn we lekker aan het demonstreren met lekker eten. Ja, veel leuke reacties van klanten. Maar dat is sowieso als ze bij Corrie komen, hoor. Dan is het altijd leuk. Terwijl je aan het winkelen bent, even een klein hapje te nemen. Nee, heel erg gezellig hier dan. Daarom vind ik deze winkel ook zo gezellig. Ja. Is je lekker? Ja. Nou, wij laten ons verleiden hoor. Hartstikke bedankt. Oké. Ja, wat bij Young Perfect in ieder geval opvalt is dat het altijd goed verzorgd is. Het is allemaal compleet, we missen niks. De demonstrateurs of demonstraties zijn gewoon goed ingelicht, kunnen lekker aan de slag. En wij hoeven er eigenlijk heel weinig aan te doen. Dus dat is altijd wel fijn.